jullie geven deze video een like binnen 3 seconden. 3, 2, 1. Ik hoop dat het je is gelukt, want het was niet heel erg veel tijd. Vandaag gaan we iets superleuks spelen op Roblox, en namelijk een YouTuber story. Ik ben echt zo ontzettend benieuwd naar wat er allemaal gaat gebeuren, want een YouTuber worden in een Roblox game is toch wel echt een heel erg bijzonder idee. Dus hoe zit het allemaal in elkaar en wat voor avonturen staan ons te wachten? Nou, ik heb er zin in, dus laten we beginnen. Oh, het allereerste dat ik hier zie is een gigantische YouTube play button. Gefeliciteerd dat je de 1 miljoen subscribers hebt gehaald. Nou, dat is geweldig. Gezellig jongens, we zitten hier in de YouTube hok. Ik weet niet, wat is dit eigenlijk? We zijn geteleporteerd naar onze wereld. En hier hebben we Sonic. Oké? Hij zegt, Chane, je hebt 3 uur lang YouTube zitten kijken. Kan je alsjeblieft eventjes stoppen? Ah, maar het is zo verslavend. En ze hebben zo'n cool leven. Nou, dat is wel waar. Wat als wij nou gewoon een YouTube kanaal starten? Dan worden we echt rijk en beroemd. Oh, hey. Nou, weet je wat? Dat is de eerste stap om rijk en beroemd te worden. Dus ja, dat is wel logisch. En Sonic, die lelijke Sonic, zegt, dat is niet een slecht idee. Dat geeft ons wel iets om te doen. Ja, oké. Chane zegt, we hebben een gameplan nodig. Oké. Het allereerste wat we moeten doen is een computer kopen en alle benodigdheden met de camera hier zo in de winkel. Oh, nou, dat is een leuk plan. Vervolgens moeten we onze supercoole avonturen gaan vloggen. Goed idee. Daarna moeten we natuurlijk de video's gaan editen en uploaden op YouTube. Nou, ze hebben een research wel gedaan, dat klopt allemaal. En boom, we zijn beroemd. Oké, zo makkelijk gaat dat er weer niet, maar prima. Ik zeg, Chane, we hebben als allereerst gewoon eventjes een naam nodig voor ons kanaal. Ja, je hebt gelijk. Wat moeten we gaan doen als naam? Ik weet het, meisje Jamila. Nee, laten we dat maar niet doen. Oh, ik zeg het. Ik weet het. Vlog Squad. Prima, dat is de naam. Nou ja. En Chane zegt, dat is perfect. Wauw, komt Jamila weer met haar originele ideeën. Oké, Vlog Squad. Laten we naar de winkel gaan en onze supplies kopen. Is goed. Nou, hij heeft al wel een heel erg leuk huis. Waarom wil hij beroemd en rijk worden? Hij heeft al een superleuk huis. Waar is het dan nog voor nodig? Oké, dit is wat we nodig hebben. Een monitor, een gamingstoel, camera. Oké, nou weet je wat? We gaan gewoon maar eventjes op zoek. Let's go! Computer hebben we ook nodig. Nou, waar gaan we dat vinden dan allemaal? Jongens, ik zie niks. Ik zie niks. Hallo? Oh, hier. Ja, ik heb een gaming chair. Woe! Klik, klik, klik. Nou, top. Dan hebben we nog een camera nodig. Waar zou de camera dan zijn? Ik ben aan het kijken hoor. Maar misschien kijk ik niet goed genoeg. Misschien heb ik wel langs gelopen. Ach, knal. Oh, ik zie camera, ik zie camera, ik zie camera. Yes, got it. We hebben alles gehad. Ik weet niet hoe je dit moet kopen als je geen geld hebt, maar whatever. Boom. Wow, we zijn er eventjes binnen geknald. Sweet. Kijk nou eventjes naar onze gaming setup. Oh, dat is leuk. Waarom hebben we een gaming setup nodig als we gaan vloggen? Wauw, dit is geweldig. Ja, ik kan het niet zien, want er staat een speler voor. Wat hebben we hier nou weer aan? Oh, hij vervaagt het dingetje op het bord. Oké, jongens, het is nu tijd voor stap 2. We moeten op avonturen gaan en ze opnemen. Wat? Vanuit onze gamingstoel. Princess Kitty Girl zegt, hebben we enige ideeën wat ons eerste video kan zijn? Oh, misschien doen we gewoon een 24 uur challenge in een winkel. Die krijgen echt superveel views. Laat ik gewoon eventjes een super expert zijn in een 24 uur challenges. Hartstikke leuk. En dat is helemaal geen slecht idee, zegt Chane. Laten we dat gaan doen. 2 uur later. Wat is dit nou weer? Oké, jongens. Doe alsof er niks gebeurt. We moeten hier ergens een verstopplek vinden. Goed. Superstar zegt, nou laten we een fort gaan bouwen met al deze dozen en ons daarin verstoppen. En Chane zegt, ik heb de perfecte plek. Nou Chane, laat ons maar eventjes zien wat je in gedachten hebt. Deze winkel ziet er wel echt gigantisch groot uit. Ook wel een beetje saai. Ik zou hier geen YouTube video van maken, maar goed, hè, whatever. We gaan gewoon achter Chane aan, het is zijn kanaal en hij wil dat gewoon graag. Oh, we hebben hier wasmachines. We moeten dozen verzamelen en ze hier zo opzetten. En dan kunnen we ons hier verstoppen. Ja hoor, tuurlijk. Dat zal niemand opvallen. Goed. Nou, hoe gaan we deze dozen verzamelen dan? Ik zie er een heleboel. Maar kan je die gewoon zomaar pakken? Zo? Nee, ik klik erop. Maar, ik snap er even niks van. Mensen die stoppen de dozen al daar. Hoe kan dat? Hoe doen zij dat dan? Moet ik gewoon hierop klikken? Ik helemaal moeilijk doen. Weet je, ik klik er gewoon op. Yes! Nou, we hebben ons fort gemaakt. En hier is ook de ingang. Nou, dat is echt super netjes. Dat valt helemaal niet op. Oké, pak je camera en we gaan vloggen. En 3 uur later. Nou, dit is toch wel echt heel erg dom. Want je moet ook gewoon vloggen dat je je fort aan het maken bent. En nu gaat hij pas zeggen dat we moeten vloggen. Oké, whatever. Attention shoppers. Het is tijd om de winkel te verlaten. Want de winkel gaat nu dicht. Oké, jongens. Kijk, ik ben een YouTuber. Ik heb hier zo mijn selfie stick. De telefoon zit wel verkeerd om. Hij moet
moet eigenlijk zo, maar maakt niet uit, het is maar een game, hè? Triggert mij een beetje omdat ik een YouTuber ben. Maar goed, hallo. Oh, wat gebeurt er? Daar is de security man. Ja hoor, hij maakt even een rondje en hij merkt ons niet op. Oké, dat is top. Hij heeft ons niet gezien. Ja jongens, luister naar mij. Hij heeft ons inderdaad niet gezien. We zijn veilig. Chain? Hier, kom eventjes bij me. Zo, we gaan samen op beeld. Zo, hallo. Chain, hoe voel je je? Hij voelt zich niet heel erg op zijn gemak. Hij zegt, hey Vlog Squad, we blijven hier in deze winkel voor 24 uur, oké? Oké, Chain, als jij het zegt. Ah! Wow, wat gebeurt er? Oh my god. Ah! Heeft iemand dit gehoord? Wauw. Kijk, als YouTuber denk ik dan natuurlijk meteen, dit is geweldig. Blijf filmen, dit is geweldige content. Goed zo, Chain, I like him. Oh my goodness. Oh jongens, er zijn twee inbrekers. Wat doen we? Ja, dat is een goede vraag, meneer Sonic. Weet je wat? Volgens mij heb ik ook een knuppel. Ja, kijk eens eventjes. Dat is veel beter dan een selfie stick. Hups, oké, we gaan deze inbrekers eventjes te pakken nemen. Ah, hij neemt mij te pakken, dat is ook niet goed. Oké, wow, ze is echt super sterk. Ze heeft van die hele lange, gigantische benen. En ze heeft die inbreker al helemaal kapot gemaakt. Woehoe, kom maar. Ah, hey, yes, we got him. Woehoe. Oh, wacht, ik moet het even filmen. Hallo, hier, oh, nou. Ik wilde eventjes vertellen, jongens, dat dus er een inbreker helemaal kapot is gemaakt en hij leeft niet meer. Ja, nu ga ik naar de gevangenis. Goed, misschien is het wel oké als we eventjes bij elkaar gaan blijven. Follow Chain. Oh, nou, ik kwam van deze weg vandaan, maar we moeten hem nu gewoon gaan volgen. Is goed, we gaan met z'n allen achter hem aan. Oh, er zijn nog maar 3 andere spelers. Met Sonic en Chain. Waar is de rest dan? Oh, andere spelers zijn weg? Maar je kon nog helemaal nergens gewoon kapot gaan of ergens dood omgaan of zo. Dus hoe is dat nou weer gebeurd? Nou ja, weet je wat? Ik vind het prima. Oh, daar is nog een speler. Oh, gezellig. Leuk. Ja, we moeten over het hek heen klimmen. En dan kunnen we morgen wel eventjes tegen de politie onze waarheid vertellen. Ja, is goed hoor. Waarom is het zo licht buiten? Huh? De winkel was toch al dicht? Oké, nou weet je wat? We gaan maar gewoon eventjes zo springen. Wee. Oh jeetje. We hebben gelimiteerd tijd. Ah, ik vind het wel moeilijk. Ik vind het heel moeilijk. Maar we did it. Yay, we zijn aan de andere kant. Nou, dat is toch helemaal top? Oh ja, ik moet meteen eventjes filmen. Hallo, de YouTuber in mij die zegt dit. Je moet alles filmen. Oké, we zijn ontsnapt. Laten we naar huis gaan. Ja hoor, is goed. We gaan nu naar huis, lieve kijkers. Tada! Oh, we zijn weer thuis. Oh, dit is geweldig. Het voelt heerlijk. En de 24 uur challenge is voor geslaagd. Nou, ik ben natuurlijk een video in een video aan het filmen. Dit is echt heel erg raar. Oh, Chain zegt dat hij al bijna klaar is met het editen van de video. Daar, ik heb hem gepost. Oh, wat goed, Chain. We zijn zo trots op je. Oh, hier. Even een schouderklopje met mijn hele lichaam. Ik hoop dat we heel erg veel views gaan krijgen, want dit was heel erg tof. Breaking news! Een nieuw YouTube-kanaal bestaat nu, genaamd Vlog Squad. En zij hebben inbrekers gepakt tijdens hun 24 uur challenge. We willen de Vlog Squad bedanken. Ga zeker eventjes hun YouTube-kanaal bekijken. Wow, als de mainstream media mij eens een keertje gewoon een complimentje geeft. Nou, dan eet ik mijn hoed op hoor. Hebben we zojuist een shout-out gekregen op live televisie? Onze video gaat viraal. Oh ja, ik zie het. We hebben al 0 subscribers en 0 views. Oh, het begint te groeien. Oké. Oh, wauw. Dit gaat wel echt gigantisch snel. 10.000 subs en 100.000 views. Wow. Ja, Chain zegt dit is geweldig. We moeten absoluut en zeker meer video's maken, zodat we kunnen blijven groeien. Wat is het volgende idee, zegt Scout. Ik weet niet, pannenkoekenbak of zo. Wat als we een Ghost Pepper Challenge gaan doen? Dat wil ik niet. Ik heb te veel pittige dingen gegeten. I am not ready for this. Oh, Sonic die vindt het weer leuk hoor. Ja, hij zegt onze reacties gaan zo grappig zijn. Mensen zullen dit absoluut en zeker wel leuk vinden. Oké, daar ga ik. Ready, set, actie! Chain zegt, hey jongens, welkom bij de Vlog Squad. Oké, dit is wel echt heel erg uitgezoomd. We moeten iets verder inzoomen, zodat we elkaar kunnen zien. Vandaag gaan we de Ghost Pepper Challenge doen, zeg ik. Ah, leuk. Sonic zegt, wij gaan kijken wie het allerlangste uithoudt om deze Ghost Peppers te eten. Oké, ik heb hier een Ghost Pepper. Zo, en dit is niet goed. Hoe gaat iedereen? Ik heb nog niks gegeten, jongens. Ik was nog eventjes bezig. Princess Kitty Girl zegt, ik kan niet meer. Ik heb melk nodig of anders ga ik dood. Nou, dat was wel een beetje overdreven. Maar wel leuke content, dus vooruit. Oké, relax. Jongens, ga maar gewoon eventjes wat melk vinden. Ja, is goed. Ik ga melk vinden. Ik ga melk zoeken. Oh, arme kitty. Hallo? Zit er melk hier zo in de koelkast? Zou je denken, toch? Kitty? Nee.
Ik zeg, dat was echt een hele moeilijke challenge. Maar de reacties waren zo grappig. Oké, ik ga de video nu meteen posten. Geef hem maar eventjes een beetje tijd. Is goed, Chain. Hij kan wel echt super snel editen. Ik zou willen dat het ook zo snel komt bij mij. En klaar! Oké, laten we gaan slapen en dan checken we de views morgen. Het is een hele lange dag geweest. Ja, dat vind ik een goed idee. Oh, welterusten. Oh, ik slaap nog niet helemaal. En welterusten. Ik word wakker hoor. Ik doe mijn ogen open. En het is heel licht en ik sta op precies dezelfde plek. Logisch. Jongens, we zijn weer viral gegaan. Wow, Chain. Wat zijn wij goede genieën. We hebben zojuist de 100.000 subscribers gehaald. Weet je wat dit betekent? Nee, Princess Kitty Girl. We krijgen de silver play button. Oeh. Maar dat is wel echt heel erg leuk. Een zilveren. Wow. Wow. Oké. De postbode die heeft hem gewoon maar eventjes gedropt. Dat gaat echt super snel. Normaal gesproken moet je maanden wachten. Maar heel fijn dat we hem nu al hebben. Hartstikke leuk. Dan kunnen we het meteen laten zien in onze video, Chain. Hupsakee. Dit is echt te gek. We zijn zo ontzettend aan het groeien. Ja, oké. Wie gaat er nu arrogant worden? Ergens gaan we toch wel conflict krijgen in het verhaal, of niet? Het gaat allemaal te goed. Ik vertrouw het niet. 1 week later en nu zijn we... Wow! Hij heeft een vlogsquad huis gekocht? Ha! Met 2 video's? Ik wil ook in deze wereld een YouTuber worden. Vanaf nu ga ik alleen nog maar Roblox-YouTubers worden, want dit is... Geweldig. Ik wil ook zo rijk zijn, jongens. Nou, ik ga eventjes mijn huis bekijken, hoor. Wow, kijk nou eens even. Dit ziet er zo ontzettend tof uit. We hebben zelfs een zwembad en een gigantisch leuke tuin. Ah, we kunnen hier naartoe of niet? Oh, wow, dit is een slaapkamer. Die is zo groot. En kijk, dit is een badkamer dan. Oké, dit is mijn kamer, jongens. Hup, maakt me niet eens zoveel uit wat jullie ervan vinden. Ik ga wel even... Ik wil naar beneden, maar dat lukt niet. Hallo? Oké, never mind. Nou, weet je wat? Dan gaan we gewoon maar eventjes naar boven. Misschien is er hier wel iets te vinden. Oeh. We hebben hier nog een badkamer. Oh, maar die is dan weer gedeeld of niet? Oh, die hoort bij deze slaapkamer. Deze is ook wel leuk. Maar nee, ik ga voor die allergrootste slaapkamer. Boeit mij het. Dan zijn we weer terug in de gang. Oh, maar dit is ook wel een hele leuke. Oké, ik kan niet kiezen. Weet je wat? Het maakt me ook helemaal niks uit. Ik ga zo springen. Eigenlijk wil ik wel eventjes zwemmen in het zwembad. Oeh, kijk haar dan. Oh, ja, dat is ook echt dom. Ik heb het helemaal gewoon bekeken, dat huis. Maar geen enkel moment gefilmd. Nou, weet je wat? Ga even filmen. Hallo iedereen. We zitten hier zo in ons nieuwe huis. Dit is de Vlogsquad huis. Chain is op zoek naar een nieuw idee. Sonic die zegt, waarom doen we niet gewoon een livestream? En dan vragen we het aan onze fans. Chain zegt, dat is een goed idee. We gaan nu meteen live. Hi Vlogsquad. Ik ben zo blij dat ik met jullie kan praten. Zegt fan nummer 1. Die op een aapje lijkt. Oh. Hey, we vroegen ons af of jij misschien enige ideeën had voor onze volgende video. Ja, laat de fans maar even lekker voor je werken. Pff, ik heb een perfecte idee. Maak een Floor is Lava Challenge. Oké, dat is wel een goed idee. Chain. Oh, daar. Ja, kijk, daar zeg ik het. Nou, ik denk dat dat een heel erg goed idee is. Laten we dat gaan doen. Yes. En weet je wat? Dit huis is daar perfect voor. Oké, jongens. Jullie hebben de fan gehoord. Kom, we gaan aan het werk voor nog een viral video. Oeh, wow. Wow. Hey jongens, zegt Justin. Ik ben zo blij dat ik de guest host mag zijn voor de Vlogsquad. Mijn naam is Justin en dit zijn de regels. Oké. We hebben gewoon eventjes een stadium geregeld. Hallo? Dit is geweldig. De regels zijn heel simpel. Je moet gewoon oversteken zonder dat je de vloer raakt. Deze lava ziet er best wel echt uit, Justin. Ja. We hebben echt de reacties nodig voor de fans. Start! Wat is dit nou weer voor iets? Ik vind het niet zo leuk meer om YouTuber te zijn, jongens. Maar goed, ik ben aan het filmen. Hallo fans, ik doe mijn best. Ik ga tegen de hele Vlogsquad strijden. Maar tegelijkertijd hoop ik ook dat iedereen het haalt. Want ik wil natuurlijk niet dat iemand... En dan ook maar iemand in het lava valt. Wow. Oh, dit is zo eng. Oh, ik ga springen en ik blijf ervoor gaan. De rest die haalt het nog wel. Alhoewel, ik denk dat we 1 of 2 spelers zijn verloren. Nee, daar gaat iemand. Oh my goodness. Oh my goodness. Oh, oké. Ik ben er. Maak je geen zorgen. De rest van de Vlogsquad die is gewoon aan het zwemmen in het zwembad. En verder is er niks gebeurd hoor. Het is geen echte lava. Justin, wat heb je gedaan? Dankjewel fans dat jullie naar deze challenge zijn gekomen. Check onze kanaal om de video te bekijken. Nou, Chain. Chain was er niet eens. En de Sonic zegt, ik denk dat deze video ons heel veel subscribers gaat geven. Ja, maar onze Vlogsquad wordt wel steeds... En steeds kleiner. Want volgens mij hebben niet heel veel mensen dit overleefd. Oké, nou, we gaan maar gewoon eventjes slapen. En dan checken we morgen wel weer de cijfers. Goed idee, ik heb wel wat rust nodig. Oeh, goedemorgen, we zijn weer in de kelder. Ik vind het een beetje creepy. Ik wil eigenlijk deze kelder uit. Super mooi, modern huis. Maar dan, dit is onze editingkamer. Super donker ook. Wakker worden, jongens! We hebben zojuist 10 miljoen views gehaald. En 1 miljoen subscribers. Oh! We hebben een gold
Dat is gewoon een record. Nou, dit is wel echt geweldig. We zijn super bekend. Ja, zullen we het eventjes hebben over de mensen die niet meer bestaan door onze challenges? De volgende stap is 10 miljoen subscribers. Oké, mooi, dat is wel leuk. Nou, laten we op zoek gaan naar die diamond play button. Ik zeg, dat duurt toch wel eventjes. Ja, dat zou je denken, maar alles in dit spel gaat best wel snel. Kom, laten we snel weer eventjes livestreamen en kijken wat de fans willen. Hi Vlog Squad, zegt deze fan. Ik ben je allergrootste fan. Zouden jullie ooit een keertje een meet and greet willen doen met jullie fans? Ja. Oh, ik zeg, Chain, ik denk dat dat een geweldig idee is. Dan kunnen we eindelijk onze fans ontmoeten. En Chain zegt, oh, dat vind ik echt leuk. Oké, fans. We zullen een live meet and greet doen om 4 uur 's middags vandaag. Kom ons ontmoeten. Oké, moet je er ook eventjes bij zeggen waar? Of weet iedereen dat gewoon? Oké, ja, iedereen weet dat gewoon. Ah, waar zijn we? In een soort van winkel of zo? Chain zegt, we zullen gewoon eventjes hoi zeggen en een paar vragen beantwoorden. Nou, zo gaat dat niet werken hoor. Iedereen wil dan op de foto en een handtekening. Oké, jongens, deze kamer zit vol met fans. Maar wees niet nerveus. Volg mij. En lach! Woehoe! Oh, hallo allemaal! Waarom kijken ze zo boos? Welkom, Vlog Squad fans! We zijn zo blij om jullie allemaal te ontmoeten. We zullen wel eventjes beginnen met een paar vragen van jullie. Wanneer zijn jullie een YouTube-kanaal begonnen? Oh, niet wanneer. Waarom? Om geld? Om geweldige video's naar onze fans te geven. Chain zegt, goeie vraag. Volgende? Oh, we hebben het gewoon niet geantwoord. Het is gewoon skip. Luan zegt, wat vind je het leukste aan een YouTuber zijn? Bekend zijn. En mensen aan het lachen maken. Ik zeg bekend zijn. Dit is wel het eerlijke antwoord. Chain heeft dit letterlijk gezegd. En Mary zegt, zullen er binnenkort weer hele nieuwe video's komen? En Chain zegt, ja, we willen heel graag de 10 miljoen subscribers halen. Oké, fans, dat was het dan. Nou, laten we een selfie nemen voordat we gaan. Wat was het? Gewoon 10 seconden vragen beantwoorden? Ik weet het niet hoor. Ik ben niet zo'n groot fan van deze Vlog Squad. Oké, hij is nu een foto aan het nemen en ik had mijn rug naar iedereen toe. Nou, super fijn dit. Oh, deze bewaker zegt, Vlog Squad, we hebben een probleem. Fans hebben de garage geblokkeerd en het is niet veilig voor jullie om via hier weg te rijden. Dus ik zeg, nou, er moet toch wel een andere weg eruit zijn. We moeten naar huis. Oh ja, ik zie het al. We moeten hier naartoe waarschijnlijk. Dat denk ik. De bewaker zegt, er is wel één weg, maar het kan zijn dat dat heel gevaarlijk is. Fans kunnen toch niet gevaarlijker zijn dan elke andere weg dan ook? Dan gaan we toch gewoon via hen? En dan kunnen we ook foto's nemen. Maar nee, zij willen dat we hier doorheen gaan. Door het riool. Ja hoor. Wat is dit nou weer voor spel? Dat is toch raar? Ga je liever door het riool dan met je fans op de foto? Oké. Nou, weet je wat? Ik ga maar gewoon lopen hoor. Want volgens mij moet dit. Hey, dit herken ik ergens van. Het lijkt een beetje op een picky level of zo. Oké, hallo meneer bewaker. Oh, hallo meneer. Oh, er zijn wel heel veel bewakers. Oh jeetje. Nou, we moeten blijven rennen. Want we hebben niet zo heel erg veel tijd. Ah, maar ik wil niet in het riool vallen. Want dan ga ik helemaal stinken. Oh ja, dan ga ik ook dood. Nou, dat is een klein detail. We can do it. Sonic, die doet het wel echt heel erg goed. Ik vind het super knap. Wat een goede speler is dit. Oh, hij gaat er gewoon omheen lopen. Nou, weet je wat? Dan doe ik dat ook. Ik volg hem wel. Wiehie. Nou, lopen, lopen, lopen. Wacht hier om het te overleven. Ja, is goed. We wachten. Hallo. Oh, we zijn weer terug thuis. Oh, gelukkig. Chain zegt dat was echt heel erg gek event. Maar tegelijkertijd heel tof en eng. Sonic zegt, ik denk dat we nu wel eventjes een pauze nodig hebben voor onze volgende video. Nee, Sonic. Geen pauze. Je bent een YouTuber. Je blijft alleen maar video's maken. Oké, nee, grapje. Pauze is wel een goed idee. Oeh, we zijn weer teruggekomen in de lobby. Dus dat betekent dat we hoofdstuk 1 in ieder geval hebben afgemaakt. Nou, dit was wel echt heel geweldig. Kijk naar hoeveel spelers er zijn. En iedereen met hun selfie sticks. Oké, ik moet nog wel eventjes doei zeggen tegen mijn fans hier zo. Dag fans van de Vlog Squad. Het was super leuk. Oké, en tegelijkertijd natuurlijk ook tegen jullie. Ik vond het een heel erg leuk spel. En super grappig om gewoon een YouTuber te worden in Roblox. Yes, als je net genoten van de video ziet, dan betekent het dat je hem helemaal tot aan het einde hebt gekeken. En dat kun je bewijzen door de vraag van vandaag te beantwoorden. En die is, wat wil jij of wilde jij later worden? Ik wilde altijd archeoloog worden, maar ik ben vooral benieuwd naar jouw antwoord. Laat het me eventjes weten in de reacties hieronder deze video. En dan zie ik jou natuurlijk weer in de volgende video. Doei!